Vorige week hebben we het gehad over mondhygiëne en wat jij allemaal kunt doen om je mond en je gebit goed te verzorgen. Deze week gaan we het hebben over wat voor invloed een slechte mondhygiëne op je gezondheid kan hebben. En daarvoor ben ik natuurlijk weer in Leiden en gaat Hoesjam ons meer daarover vertellen. Aan welke lichamelijke problemen kan een slechtere mondhygiëne nou bijdragen? Nou, een goede vraag eigenlijk. Ontsteking in het tandvlees of steunweefsel heeft eigenlijk best wel veel links met gezondheidsklachten. Zoals hart- en vaatziekten, maar ook suikerziekte. Met suikerziekte bijvoorbeeld, mensen hebben vaker de neiging om ontstekingen te hebben, maar ook andersom. Een tandvleesontsteking of ontsteking in het steunweefsel laat toch zien dat het suikerziekte ook daarbij niet goed gereguleerd kan worden. Maar hoe slecht moet je gebit dan zijn, wil je echt een verband kunnen leggen? Als de tandvleesontsteking of steunweefselontsteking lang onbehandeld blijft en het steeds maar verslechtert, dan kan het ervoor zorgen dat die ontstekingen ook verspreiden naar de rest van het lichaam. Of de gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken waar we het net over hadden. Want tandbederf bijvoorbeeld is een veel voorkomende ziekte. Kan het ook in je genen zitten? Tandbederf is multifactorieel. Dat betekent dat als genetisch bepaald de glazuur verkeerd of slecht wordt aangelegd, dan is er een zwakte voor gaatjes, om wat te noemen. Daardoor zal het gebit ook sneller achteruit gaan. En kan een slechte mondhygiëne of een slecht gebit ook voor mentale klachten zorgen? Sociaal gezien kunnen mensen zich terugtrekken. Bijvoorbeeld als je ontbrekende gebitselementen hebt, maar ook als je bijvoorbeeld slechte mondadem hebt. En dan heb je ook mensen die voor hun beroep juist een heel mooie stralende lach willen hebben, zoals bij hospitality of een stewardess. Die komt bij mij als eerste met zeggen, ik vind het uiterlijk van mijn gebit heel belangrijk. Speciaal te maken met mijn werk natuurlijk. En tandenbleek is echt een trend, je ziet het overal nu gebeuren. Maar is het nou echt goed voor je? Nou, tandenbleken in Europa is zo geregeld dat het eigenlijk niet zoveel kwaad kan als het door een specialist wordt beoordeeld en geïndiceerd. En als het in een veilige plek gedaan, uitgevoerd kan worden door een tandarts of mondhygiënist. Nou, de afgelopen 5 weken heb ik echt ontzettend veel geleerd en we hebben zoveel besproken. We hebben het gehad over tandheelkunde, angst bij de tandarts, mondhygiëne. Maar het allerbelangrijkste is toch wel dat we hebben geleerd dat je mond invloed kan hebben op je gezondheid. Goed verzorgen dus en de tips zeker thuis gaan toepassen.